Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik ben lekker de hele tijd een beetje bezig. Ik heb podcastje in. Ik ben nu Jordi fruit aan het geven. Sam heeft haar fruit. En Liam zit daar. Met Liam gaat het wel iets beter, lijkt het. Het antibiotica werkt goed. Hij moet alleen nog heel veel hoesten. Dus ja, hè, daar doen we het dan mee. Maar ja, het is vakantie, dus de kindjes zijn lekker thuis. En mama die doet tussendoor van alles. Dus dan ben ik heel even 10 minuten boven en dan weer beneden van alles. En dan weer boven. En dan... Zo gaat mijn hele vakantie zijn waarschijnlijk. Dus ja, hè, het is zoals het is. In ieder geval, de maandag is weer begonnen. De vakantie is begonnen. En we gaan zien hoe het verder loopt. Nou ga ik nog heel even... fruit geven aan deze grote wereld. Ik ben heel even boven bezig. En ik heb allemaal bingo briefjes. Jap. Ik heb namelijk heel eventjes deze kast leeggehaald en opgeruimd en eruit gehaald wat ik eruit wou hebben. Dus en het beddengoed van mij en Niels erbij ingedaan. Dus dan ga ik heel even naar beneden was ophangen. En even kijken of ik nog wat met de kinderen moet doen. En zo ga ik dus de hele dag van boven naar beneden. En doe ik iedere keer eventjes gauw iets. En dan ga ik weer naar beneden. Ga ik beneden weer even iets doen. En dan ga ik weer naar boven. Heel de dag. Nou, het werkt zo. Dus dan is het goed. Ik ben nog niet klaar hoor. Maar deze kast ook even opgeruimd. En kleding weggedaan. Ik heb hier een stapel kleding die weggaat. Die stapel gaat weg. Zo doe ik het ook met de kinderkleding hoor. De kinderen hebben ook kleding die ze bijvoorbeeld niet meer aan kunnen. Of ze zijn eruit gegooid. Of ze vinden het niet lekker zitten. Of wat dan ook. Dat doe ik allemaal in een vuilniszak. En dan zou je denken, dan gaat ze naar een speciaal bak of zo brengen. Nee, ik geef dat altijd aan mijn moeder mee. En mijn moeder zorgt ervoor dat het bij iemand komt die wij nog van vroeger kennen. Die in het dorp wonen waar mijn opa en oma wonen. En daar wordt het opgehaald voor mensen in arme wijken en dat soort dingen allemaal voor in Polen. En ik heb begrepen dat ze ook iets voor Oekraïne en zo allemaal doen. Dus dat gaat eigenlijk gewoon weg naar gezinnen toe die het gewoon niet hebben. En ja... Ik vind dat altijd wel prettig om te weten. Kijk, hier komt het waarschijnlijk bij een kringloop terecht en dan moeten mensen nog geld ervoor betalen. Ja, ik doe het weg omdat ik het iemand gun die, hè, iemand, dat iemand het aan kan. Ik doe het niet weg omdat daarna nog voor betaald kan worden. Nee, dat is absoluut voor mij niet het idee. Dus vandaar dat ik dat zo doe. En in mijn omgeving heeft niemand mijn of nieuwste maat. Dat is altijd of groter of kleiner. En ja, dus dat werkt gewoon niet. Dus vandaar dat ik deze keus maak. En dat ik dat daarom doe. Dus ja, dat. Het is bijna 12 uur. Ik ga zo lunch maken voor de kinderen. Ik heb nog stokbrood over. Dus ik ga mini tosties maken. Die vinden ze lekker. Dus... daar ga ik zo aan beginnen. Jordi, die is lekker zijn ding aan het doen. Daar heb ik straks nog maar mee geoefend. Dat was met een... Met dat ding ben ik mee aan het oefenen geweest. Daar slaapt er eentje. En Sam slaapt boven. En ik ben ondertussen van alles aan het doen. Ik heb al 4 wasjes gedaan. Ik heb al een kast weer boven gedaan. Ik ben ondertussen gewoon van alles aan het doen. Nu ga ik hier in de keuken beginnen. Want ik stoor me aan deze kast. En die ga ik ook even doen. Want moet iets te doen hebben. Kijk, poetsen kan ik hier wel doen nu. Heeft gewoon geen nut. Want vanavond kan ik weer helemaal opnieuw beginnen. Dus dan kan ik beter dingen doen die ze niet kunnen verpesten. Dus dat. Inmiddels is Sammy wakker geworden. En ik ben hier bezig. Maar ik neem jullie heel even mee. Want dan zien jullie waar dat onderhand allemaal verstopt zit.
Dit is in mijn kast. Ik ben nog steeds bezig met opruimen, maar hier ligt er weer één. En dan heb ik hier medicijnen, paracetamols en dat soort dingen. En hier ligt er ook één. Dus, jullie snappen natuurlijk wel dat ik niet altijd kan filmen waar dat iets ligt. Ja, dus, als ik het kan filmen, dan doe ik het. Maar gaat het me niet lukken, ja, dan kan ik jullie daar niet in meenemen natuurlijk. Sommige dingen kan ik gewoon ook niet op camera vastleggen. Ik heb een heel transparant leven. Ik ben heel open over van alles en nog wat. Maar sommige dingen wil ik gewoon niet op camera hebben. Wat vrienden bijvoorbeeld wel weten of wat dan ook. Sommige dingen zijn toch nog steeds privé. Dus vandaar. Dat. Vandaar dat ik daar voor kies om niet alles te filmen. Maar goed, ik ga even deze bak nakijken. Want dit mogen jullie wel gewoon zien hoor. Hier zitten paracetamols in. En vitamines, et cetera. Omdat ik dus een gastric bypass heb gehad, moet ik elke dag vitamines slikken. En dat is van het merk Fit for Me. De WLS Forte. Daar zit alles gewoon in. En ik moet voor mijn hele leven lang moet ik calcium tabletten hebben. Deze heb ik 2 per dag. Want ik kan niet goed melk verdragen. Melkproduct. En in mijn geval is dat melkproduct als in vloeibare producten. Zoals bijvoorbeeld gewoon melk drinken, yoghurt. Ik neem heel af en toe een toetje met de kans dat ik ziek word. Want die is gewoon heel zwaar aanwezig. Dus ja, dat zijn de dingen waar ik gewoon heel erg mee uit moet kijken. Maar ik heb er dus weer 2 gevonden. En die gaan, hoppakee, in een bakkie. En het is niet zo dat ik nou alles aan het uitruimen ben, omdat, hè? Nee, ik irriteer mijn eigen gewoon aan bepaalde dingen, zoals in de kast alles staat. Dus daar moet je dan wat aan doen. En zoals ik al zei, ik kan het nu beter doen dan dat ik dingen doe op het moment dat ze het weer kunnen gaan verprutsen. Dus dat. Ik ga even gauw verder met dit kastje. Sowieso wil ik 1 kast per dag eventjes doen de komende dagen. Zodat ik uiteindelijk weer de hele keuken netjes heb. Dus dat. Ik ben de la leeg aan het ruimen. En hier vind ik er ook weer 2. Want ik ga deze la poetsen. Ik heb namelijk... Mijn borden stonden eerst in die la. Die heb ik nu hier staan. En waarom is dat? Omdat ik mijn eigen dood irriteerde aan bepaalde dingen. Zoals bijvoorbeeld kruimels die erop vallen en dat soort dingen. Dus nou ga ik het veranderen. Hoe precies weet ik nog niet. Maar ik ben het aan het veranderen. Picknick is ook weer geweest. Dus ik ga mijn boodschappen nu opruimen. Het voordeel van picknick is dat ik de deur niet uit hoef. Ik moet woensdag pas weer de deur uit. Maar ik heb nu voor de komende 2 dagen sowieso eten. En... Dat betekent dus dat ik gewoon met kinderen niet weg hoef. Dat is veel makkelijker als dat ik ze aan moet kleden, moet dwingen dat ze luisteren, et cetera. Dus vandaar. Er is iemand wakker en hij is aan het kleuren. Lekker kleuren, hè, jongen? Ja, ja! Ja, ja! Ja! Ja, laat je het zien? Ja. Laat je het zien aan de mensen? Laat maar zien. Wauw! Ja. Dus hij is lekker aan het kleuren en ik ben ondertussen nog steeds bezig. Ik heb mijn vaatwasser alweer aan staan, mijn aardappeltjes staan aan. We eten vlees van wat we gisteren nog hebben gebakken. Deze heb ik ook helemaal schoongemaakt. Mijn wijnglazen komen hier te staan. Dan heb ik deze ook nog helemaal schoongemaakt en opgeruimd en gedaan. Dus ja, hè? Moet ook gebeuren. En ik heb deze ook helemaal schoongemaakt en opgeruimd. Ja, hier moeten de bakjes van de kinderen komen. Maar dat heb ik ook gedaan. En nou ben ik eigenlijk wel op dreef, zodat ik eigenlijk alles wel wil doen. Maar ik moet ook met eten verder. Dus ja, dat. Ik denk dat ik dat straks nog doe. Ondertussen dat Niels thuis is. En dan gaan we het wel weer zien.
Goedemorgen. We hebben hier Jordi liggen. Hi. Ben Jordi een beetje aan het kriebelen? En ondertussen is Jordi je vrolijk aan het luisteren. Ja. Ja, dan komt je broertje erbij en is de lol afgelopen. Ondertussen zitten er hier ook ketteren. Totdat het huilen is. Dus ja. Dat is onze ochtend. Hi. Ik heb fruit gemaakt. Sam die heeft watermeloen met druifjes, aardbeitjes, peer en wilde nectarine, abrikoos, weet ik het. In ieder geval zoiets. Jordi heeft hetzelfde, maar dan zonder de druifjes. En Liam heeft hetzelfde als Sam. En volgens mij vinden ze het allemaal wel lekker. Daar slaapt er eentje. Ja, zo. Maar is die lief zo, hè? Daar zit er eentje nog wakker. Maar ik denk dat hij dadelijk ook nog in slaap valt. Ik ben weer gewoon lekker in mijn keukentje bezig, hè? Want ja, het maakt zich niet allemaal zelf schoon. En ik heb alles ooit de kaboutertjes gemaild en aangeschreven en alles. Maar ik heb nooit antwoord teruggekregen. Dus ja, ik denk dat die niet komen. Maar ja, ik ben met mijn bestekla bezig. En wat vind ik? Tada! Dus ook hier zitten ze in. Ik was al begonnen met één dingetje eruit halen. Ik zal even laten zien hoe het er nu uitziet. Alles is er maar ingesmeten. Dit zijn trouwens mijn schildkliermedicijnen. Die moet ik elke dag nemen voordat ik iets ga eten. Oh, hier zit er ook eentje. Zie je dat? Tada! Dus ja. Het ziet er niet uit. Dan ga ik even verandering inbrengen. En dan laat ik dadelijk het resultaat even zien. Tada! Hij is weer opgeruimd. We kunnen er even mee door. Dus, dat gaan we dan ook doen, hè. En ik heb er daarna nog 3 gevonden. We zijn al een heel eind. Ik zal het er even bij pakken. Nou, er zitten papiertjes in en fiches. En ik ben nog niet klaar. Dat weet ik zeker.
Dus ja, hij blijft gewoon nog staan. Oké, dit gaat lastig filmen zijn, maar ik ben al eventjes bezig. Goed zo! Kom maar! Ja, goed zo! Deze hebben ze al even hoor. Maar je vindt hem ineens interessant. Doe maar duwen. Doe maar duwen. Om je te redden. Nee, 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 Jordi. Oh, nee. Liam, doe dat eens in het bakje terug. Mama heeft er niet voor niks in. Hey, goedemorgen. Nee, ik was met Jordi heel eventjes aan het spelen. En ja, ik had de vlog nog niet geopend. Dus ja, hè. Ben je wakker? Hè? Was je wakker? Kom je bij mama? Wil je mama vastpakken? Doe mama goed vastpakken. Alles slaapt hier. Ik heb de boel hier opgeruimd. Ik moet eigenlijk alleen nog even de vaatwasser doen. En het is pas 9:50. De kinderen die slapen al ruim een uur, zoiets. Dus ja, ik verveel me naar je nu. Niels is heel eventjes hiervoor met een vriend van hem iets aan het doen. Iets met een auto, was iets kapot mee of zo, weet ik het. Dus ja, die is hem heel even aan het helpen. Dat doe je gewoon voor vrienden. Dan help je elkaar. En ik, ja, ik denk nou echt bij mijn eigen. What shall I do? I don't like this feeling. Normaal ben ik hier nog allemaal bezig en... Ja, het is ook maar goed eventjes voor mij om even niks te hoeven. Dus, ja. Ik weet nog niet wat ik ga doen. We shall see. Papa. Hi. Een hele goede morgen. Wie heeft dit gedaan? Ja, Jordi, hè? Nog mijn bank gaan poetsen. Ja, hij heeft de snot dan afgeveegd. Nou, hè? Kees. Papa. Papa is werken. Fruit. Ja. En jullie hebben al fruit gehad. Sam is nog steeds fruit aan het eten. Joef staat te schooien. Ga eens weg. Nee, je mag niet schooien. Dat weet je. Ga weg. Fietsen nou. Move. Nee, nee. Move. Zo. Ze mag niet schooien. En dat weet zij. Maar Sam is nog steeds lekker fruit aan het eten. Meneer Slurpet. En Liam die ligt lekker bij mama te knuffelen. En Jordi die zit daar ergens zichzelf te vervelen of zo. Ja. Vandaag doen we het lekker rustig aan. Ja, lekker rustig aan. Jawel. We doen het rustig aan. Ja, dan zit je niet meer in beeld. Nou, weer wel. Auw. Hallo, je knieën hoeven niet daarin, hè? Ja, auw. Hij dacht denk ik dat hij terug kon kruipen of zo. Niet verstandig. Maar goed, hè? Het is vakantie, we hebben vakantietijd. We doen het rustig aan. En dit irriteer ik mij aan. Dan ga ik dat eerst even oplossen. Maar goed, ik heb de vaatwasser aangezet. En mijn fruit gewassen. Wat ik gewassen moest hebben. Fruit geven aan de kinderen. Hou hier eens mee op, vriend. Nee, laat los, want anders gaat dat kapot. Of je hebt dadelijk pijn. Laat los. Nee. Je bent een ratje.
met een rat. Dus dat. Maar goed, hè, het is zoals het is. Hier, ik hou je vast. Mama houdt je vast zo. Nou kun je nergens mee, want mijn benen heb je vast. En ik heb je vast. Ja, nee. Papa centjes verdienen. Hey. Maar goed, hè, dat. Ik heb niet zoveel te melden, want er gebeurt niet heel veel. Dus dat. Het is normaal 11:30 en Jordi heeft al in de douche gezeten. Jordi's kont is op dit moment heel rood. Dat heeft ook te maken met zijn botox en dat soort dingen allemaal. Ik krijg hem gewoon niet verschoond. Dus ik moet hem op een andere manier schoon krijgen. En door rust aan zijn kont te creëren, moet ik hem eventjes laten douchen. Dus ik heb zijn onderkant helemaal gedoucht. En dat vond hij niet bepaald leuk. Hij vindt mij nou op dit moment niet de leukste moeder. Maar ja, dat is dan eenmaal zo. En het is zoals het is. Ik doe mijn best daarin. En dat. En ik weet dat jullie er ook zo over denken dat ik mijn best daarin doe. Maar hij is dus niet blij met zijn moeder. Het zij zo. Maar ja, om het schoon te krijgen moet ik hem dan even wassen. Want ze komt echt rood. Het is net een niet een chimpansee, maar een... Met die rode billen. Jullie weten wel wat ik bedoel. Het is wat dat betreft... Och, mensen toch. Hij gaat richting het kapotte aan. Maar ik probeer dat dus te vermijden door hem in de douche te zetten. Dus dat. Het is nog niet zo erg als de vorige keer. Maar ja, die dagen heeft hij er gewoon wel eens ooit bij zitten. En over een dag of 2, 3 zal het wel weer minder zijn. Ja. Sam heeft geslapen. Ja. Is wakker. Jordi is aan het slapen. Joef, ga eens weg bij Jordi. Joef, move. Move. Jordi ligt te slapen. Sam is wakker. Ja. Maar terwijl Sam wakker is geworden, lag hij te slapen. Ja. En wat Liam heel erg lekker vindt, is gewoon kriebelen. Lekker kriebelen. Dan zou je verwachten dat hij zou gaan slapen of zou lachen. Maar hij vindt het heel erg lekker kriebelen. Ja, Sam, hè? Ja, Sam. Sam staat allemaal gek te doen. Wat ben je allemaal gek aan doen? Sam, ben je aan het doen? Hier ligt Jordi. Ben je gek aan het doen, Sam? Hi. Doei. Doei. Hi. Klappen? Wat ben je toch allemaal aan het doen? Ja, dit is dus wat hij aan het doen is. Ik denk dat hij het filmpje een beetje naap is. Maar we weten het allebei niet, Liam. Heen. Mama, jou weer kriebelen. Hij gaat echt tegen mijn hand aan liggen. Zo van, doe even kriebelen. Normaal denk je echt, een kind zit helemaal te lachen. Maar hij geniet hiervan. Kriebelen. Ja, je lijkt wel op papa. Papa, daar houdt er ook van. En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. We zijn de hele avond / de helft van de nacht nog met Jordi bezig geweest. Hij wilde gewoon slapen, maar was over de zeik en we weten niet waarom. Soms heb je ook wel eens die momenten dat je het gewoon even niet weet waarom. Dus we hebben een soort van afgewisseld met knuffelen en met doen, Niels en ik. En ja. Dat was de avond. Dus... Ik ben er nog moe van. Maar ja, ik heb er toch 2 die op tijd op zijn. Maar goed. Bij deze ga ik deze ups en down afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.